De 49-jarige TBS'er die dinsdagmiddag in Uden een vrouw uit Boekel neerstak, wordt beschuldigd van moord. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De verdachte stak een willekeurige vrouw in een winkel in het centrum van Uden neer. Dat deed hij terwijl hij onder begeleiding op verlof was uit de longsteekkliniek in het nabijgelegen dorpje Zeeland. De neergestoken vrouw raakte gewond, maar herstelt waarschijnlijk helemaal. Alle verloven van de TBS'ers in de TBS-kliniek zijn voorlopig ingetrokken.